Nijmegenaar Mariër Smit probeert het wereldrecord radiomaken te verbreken. Hij wil het record van Giel Beelen aanscherpen. Dat record staat nu op 198 uur. Mariër Smit wil minimaal de 200 uur bereiken. Zijn poging loopt tot zaterdagavond 6 uur. Maar volgens radio.nl zou de recordpoging vanochtend zijn gestrand. Maar Smit weet hier niks van. Giel Beelen die is er ooit mee begonnen. En ik heb dat altijd als een dingetje in mijn achterhoofd bewaard. En tot op de dag van vandaag is dat uitgekomen, zeg maar. Of uitgekomen, ben ik er mee bezig gegaan. We zijn er al ruim een jaar mee bezig. Om het uit te werken en alles te regelen en te doen. Ja, en ik hou wel van een uitdaging, dus ik voel me prima. En vanmiddag hebben we nog, of zaterdag hebben we dan nog een slotdag met de artiesten en alles erop en eraan. Dus ja, beter kan niet. Ja, het is niet echt overleven, maar het is een beetje een soort van kamperen eigenlijk. Kopje koffie hier, kopje koffie daar, of wat makkelijks eten en ja, zo moet je het eigenlijk zien. Het staat sowieso vast dat het 200 uur wordt, maar omdat er dus op die slotdag ook nog optredens gepland staan van artiesten, zou het eigenlijk de zonde zijn om 6 uur te zeggen van nou ja, we stoppen. Terwijl je ook nog een klein buffertje kunt opbouwen van 2 uur, misschien 3 uur. En dan heb je toch een beetje reserve achter de hand. Volgens radio.nl zou de recordpoging zijn gestrand omdat Mariër niet alle platen zelf start en ook niet alle platen aan en afkondigt. Wij weten ook niks van een afmelding of wat dan ook. Dus ik weet niet waar het misverstand plaats heeft gevonden.